Een jaar geleden waren er maatregelen om de stijgende wisselkoersen te beheersen. De Centrale Bank van Suriname zegt in een persbericht dat de wisselkoersen nu dalen, wat betekent dat de Surinaamse dollar sterker wordt. Dit komt door verschillende factoren, waaronder macro-economische, sectorspecifieke en marktsentimenten. De vraag naar de US-dollar neemt af, vooral vanwege een verminderde vraag van de oliemaatschappijen. De Centrale Bank van Suriname houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat klaar om in te grijpen indien nodig. In het kader van operatie Zero Tolerance heeft de politie van Saramaka haar activiteiten voortgezet. In de week van 14 tot en met 20 april 2024 zijn 5 roadblocks uitgevoerd. Er zijn 743 voertuigen gecontroleerd, waarvan 242 op verboden zaken zijn doorzocht. 36 autobestuurders zijn beboet voor verkeersovertredingen en 5 automobilisten zijn aangepakt voor het verbergen van hun kentekenplaten. Ook is er actie ondernomen tegen drugscriminaliteit. De operatie Zero Tolerance wordt voortgezet. Politiemajoor Pengel organiseerde afgelopen woensdag samen met medewerkers van de afdeling Jeugdzaken, Motivatie en Voorlichtingssessie voor leerlingen van MULO Onverdacht, NOS Onverdacht in het André Brahim Stadion in Para. Ze werden geïnformeerd over verschillende strafbare feiten en de gevolgen ervan, zoals diefstal en mishandeling. Leerlingen werden aangemoedigd elkaar positief te beïnvloeden en om bij confrontatie met strafbare feiten direct de politie in te schakelen.